Het lijkt erop dat de langdurige relatie tussen Sylvia Geersen en Joris nu definitief tot een einde is gekomen. Yvonne Koldewijer, ook bekend als YouTuber, heeft onthuld dat Sylvia openlijk heeft verklaard dat ze een hekel heeft aan Joris. Dit nieuws komt na maanden van geruchten en speculaties over hun relatie. Afgelopen weekend was Sylvia te vinden in café De Witte Aap in Rotterdam, waar ze naar verluidt aan meerdere mensen heeft verteld dat de relatie voorbij is. De situatie is blijkbaar zo ernstig verslechterd dat ze zelfs verklaarde dat ze een hekel heeft aan Joris. De breuk tussen Sylvia en Joris lijkt al enige tijd aan de gang te zijn, zoals eerder werd gesuggereerd door een spion. 2 weken geleden verwijderde Sylvia enkele foto's van haar Instagram-account, wat tot veel vragen leidde. De vakantiefoto's die ze deelde van hun reis naar Sint Maarten zijn allemaal verdwenen. Toen ze op de breuk werd aangesproken, reageerde Sylvia gepikeerd, maar ontkende niets. Sylvia en Joris ontmoeten elkaar tijdens het programma De Bachelorette. Hoewel hun klik meteen duidelijk was, was ook al snel merkbaar dat hun relatie niet zonder conflicten verliep. Er waren zelfs getuigen die een ruzie zagen maken op een evenement afgelopen zomer. Sylvia leek woedend te zijn en verklaarde later dat ze boos was vanwege verkeerde schoenen en pijnlijke voeten. Het lijkt erop dat de twee nu definitief uit elkaar zijn en het is tijd om de schone schijn op te geven. De relatie heeft niet gewerkt en het is tijd om verder te gaan.